Goedemorgen. Het is 6:10. En wij zijn onderweg naar Schiphol. Want vandaag is de eerste vlog van onze Surprise Me trip. We hebben nog steeds geen idee waar we heen gaan. Schiphol. We hebben een vermoeden voor Duitsland. Ik weet nog niet waar ik aan denk. Nee, we hebben allebei niet dat we denken Duitsland trekt me. Maar misschien is dat dan juist het leuke ervan dat we dan heel wat nieuws ontdekken. We hebben voornamelijk, hadden we het idee München toch? Qua weer en zo. Nee, ik weet het niet precies. Volgens mij waren we daar van de week op uitgekomen. Het weer schuift ook zo hard. Ja, want we hebben ook een tijd lang Rome gedacht. Een leuke app hoor, doen ding maar. En ik heb in eerste instantie vermoeden gehad richting Engeland, Schotland. Dus Dublin of zo zou ook nog kunnen. Maar volgens mij was het daar kouder dan het weer zou hebben gezegd. Dus ik ben heel benieuwd. We mogen pas over 37 minuten het gaan ontdekken om 6:00 op Schiphol. En ik ga jullie meenemen. Ik ben echt heel benieuwd waar we heen gaan. We denken dus Duitsland. En nogmaals, hebben we nog geen idee wat we daarvan denken. Ik wou net zeggen, met hetzelfde geld gaan we. Ik ga ook heel hard lachen als wij nu helemaal gebrand zijn op een gaan geheid naar Duitsland. En dat we dan ineens naar Milaan gaan ofzo. Dan ga ik echt heel hard. Dat is echt surprise. Dan ga ik echt heel hard lachen. We gaan het zo meteen wel zien. Ik ben benieuwd. Voorlopig moeten we de trein halen. En dan richting Schiphol. We zijn er en hij staat op nul. Activeer onthulselfie. We kunnen zelfs een onthulselfie. We hebben het al camera. Ik ga maar niet op onthulselfie doen. Het is vast leuk. Ik moet het bij hun in de app natuurlijk. Oh, dat is ook leuk. Je moet zeg maar het logo van Surprise Me aantekenen. 5, 4, 3, 2, 1. Berlijn. We gaan naar Duitsland. Goed, we gaan de Berlijnse muur zien. Ik heb letterlijk van de week tegen Danique gezegd. Ik hoop gewoon dat het niet Berlijn is. Nou schat, we gaan naar Berlijn. Het is geen leuke stad. Ik wou zeggen, niet eens specifiek omdat ik niet naar Berlijn wil. Maar meer dat ik denk van, Berlijn kan ook gewoon met de trein of met de auto. Ja, we gaan met het vliegtuig dus naar Berlijn. Okay, we gaan naar Berlijn. Daar is wel, ik vind het wel leuker dan München, want volgens mij is er meer te doen. Dat denk ik ook. En we hadden München in ons hoofd. Wat is onze stemming nu in een emoji? Oh jee, moet ik nog wel een bril bij nodig? Huilen hoeft niet. Van een feest emoji? Ook hè? Feest emoji of wil je een bier emoji? Dat hoort wel bij Berlijn hè? Nou, hoe is dat nou bij Berlijn? Nee? Je hebt ik wou zeggen, daar hebben we Oktoberfest en weet ik. Ik vind gewoon bier, het hoort bij Duitsland. Oh, je kan ook je accommodatie. Ja, waar gaan we heen? Arts Hotel Berlin Kudam. Arts Hotel, ik ben heel benieuwd. Iets met een hond of zo, of is het een beer? Ik zie er een beer in, maar we gaan het zien. Accommodatie. Oh, er zitten ook nog foto's bij. Ja, ik hoop ook dat we dan weten welke vliegtuig we moeten hebben. Oh, die staat voor de deur. Hoe dacht jij dan? Oh, het ziet er best wel chic uit. Ja. We hebben gewoon standaard gedaan, dus niet chic of zo. Het ziet er gewoon best wel. Oh, er zit wel een of andere man elke keer in je hoofdboord. Als je dit is kamer hebt, dan zie je wel. En er zit een sportschool, daar gaan we vast gebruik van maken. Kijk, die heb ik gemist gisteren. En een adres. Kijk, je hebt ook nog een adres. We zitten aan de Lietzenburgerstraat 85. In Charlottenburg-Wilmersdorf. Even je kan ook wel route en alles hier naartoe. Oké, wij gaan op zoek waar we heen moeten, jongens. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. We zijn er hoor, we hebben het hotel gevonden. Kunnen we alleen nog niet inchecken. Mama heeft gelijk een kaart voor elkaar gekregen binnen. Met metrokaart en weet ik het wat allemaal erop, dus dat is top. En we zitten dus hier aan een relatief drukke weg. Maar het zag er binnen echt fancy smanchy uit. Dus het is een art hotel. Nee. Hotel. Het is een auto.
Geen maar hotel, voor het feit dat we een standaard accommodatie hebben, vind ik het best wel fancy. Mm-hmm. We zijn een stukje aan het lopen, want we willen gewoon ergens even rustig gaan zitten en dan niet langs een drukke weg. En toen kwamen we ineens deze tegen. Toen dachten we, hoe heet die? En toen was het de Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Alvast dat je het weet, mijn Duits is belabberd. Ik kan het allemaal niet uitspreken. Ik heb ook een bikinihuis. Een bikinihuis? Oh, maar dat zit ook echt aan de Boedapeststraße. Die zit er achter. Ja, maar dat is toch leuk aan de Boedapeststraße dat er daar... Ik dat stel, dat er achter staat. Hmm? Oké, okay, nou, blijkbaar hebben ze hier een bikinistraat, altijd leuk. Of we zijn een bikinihuis aan een Boedapeststraat. Boeiend. We hebben echt Duits een braadworst en curryworst gehaald. Niet dat wij nou over het algemeen zo van vlees houden. Maar meer zo van, het hoort erbij, dus we gaan het maar gewoon doen. Ja, charmant. Wel heel veel saus over. Ja, curry hè? En iets van curry of zo? Weet je. Lekker? Ik wil ook proeven. Mag wel hè? Ja. Dat is van. Ik heb gewoon een curry, een braadworst, maar dan een curry erover. Ik wou net zeggen, is het überhaupt anders dan die van mij? Ja, weet je wat het bij mij al het is? Ik vind die dingen altijd zo hard. Ja, dat hoort je wel. Ik weet niet, maar... Op zich, de smaak vind ik niet slecht of zo, maar ik vind die dingen altijd zo hard. Moet je volgende keer zonder verder doen. Ja, misschien dat dat wel scheelt, ja. Nou ja, mijn braadworst zal waarschijnlijk echt soortgelijk zijn. Ja, het is gelijk. Goed. Echte Duitse lunch. Ik had echt zoiets van, ja. Wat is nou iets wat je hier echt moet gaan eten? Toen dacht ik gelijk braadworst. Dat soort dingen. En toen kwamen we overal van die, ja, kleine eettentjes tegen. Met dus allemaal curryworst en dingen. En toen dacht ik, ja, dit hoort er wel bij. Oh ja, een kiosk. Wij noemen het altijd een priptero, maar dat is op zich Grieks. Maar goed, kiosken. Hierachter zit een dunner ding en daar zo hebben wij dus gehaald. En aan de overkant van de straat zit ook nog van alles. Een dunner moet je ook beter zeggen. Ja, dunner had jij het over, ja. En we zijn een tapastent tegengekomen. En een kerstwinkel. Heel random. Maar goed, we gaan dit even lekker opeten. Goed, we zijn echt een paar uur verder. Lukt het? Ja. Oh ja, ik dacht dat je de gordel aan het pakken was. Ja, nee. Die zit onder mijn bil en daar trok je. We zitten op een bus. Het is namelijk een paar uur later en we waren echt gewoon rondjes aan het lopen. En alles met hetzelfde ding aan het zien. Gewoon hier over de winkelstraat. Dit is echt. Dit is ook. Dit is niet eens echt ons stuk van de stad. Want het zijn alleen maar grote winkels en verder weinig te zien op die ene keer na die we aan het begin hadden. Dus nu gaan we een tour doen met sightseeing. Hoe heet dat ding? De Gutschein voucher, geen idee. Tempelhoven sightseeing. Oké, okay, nou we gaan in ieder geval dus een bustour doen van 2 uur als je dus blijft zitten. Ik denk dat we gaan blijven zitten, want dan kunnen we gewoon alles zien. Het rijdt namelijk nog maar tot 5. En volgens mij was het al rond 2-3 uur. En ik dacht dan kunnen we morgen... Het is 2 uur. Oké, dus we zouden 1 uur uitlopen hebben. Maar ja, we hadden zoiets van, dan kunnen we een beetje zien wat er hier te zien is. Want... En waar we heen. Hè? We gaan met surprise me, dus we wisten pas vanochtend dat we hierheen gingen. Dus we hadden echt geen idee. Ja, je weet de Brandenburger Tor en zo, maar niet echt waar alles ligt en weet ik het wat. Dus dat gaan we nu even uitzoeken met de bustour. In de hoop dat we dan dus morgen een beetje weten van oké, een plan van actie waar we een beetje heen willen. Dan zie je best wel veel te zien, maar je moet ook weten waar het ligt. Het ligt allemaal best wel ver uit elkaar. Want ik zat en we dus... zitten aan de verkeerde kant van de stad wat dat betreft. Ja, we zitten bij de winkelstraat in de buurt. We zitten echt in West-Berlijn. Er is trouwens live muziek wat je hoort trouwens, dat is super leuk. Dat merk ik wel heel erg. Het is echt een stad waar de LGBTQ community wordt heel erg gestimuleerd. Dat zie je heel erg. Er wordt veel meer gerookt voor ons gevoel. Ja, echt heel erg. Echt veel meer. En wat viel er nou verder op? Ja, gewoon die hele grote gebouwen. Nee, we hadden net die sportzaak waar een paspop. Een gehandicapte paspop, zeg maar. Ja,
Een paspop zonder, zeg maar, met een geamputeerd been als het ware. Maar hoe heet zo'n ding? Zo'n wandel. Het was toch gewoon een geamputeerd been? Ja, maar je kon, met zo'n ding waarmee je kon rollen inderdaad. Oh ja. Waar je renners mee ziet. Ik weet niet hoe dat heet. Ja, een soort schoenlepel idee wat bounced. Toch? Ja, ja, dat. Geen idee meteen, maar dat wordt echt van Nederland nog nooit. Nee, maar daarom, ik vind het qua inclusiviteit en zo echt heel erg goed. Want jij was ook ergens toen wij in de bus zaten een reclame tegengekomen met een disabled dikker vrouw. Model. Die dan echt zoiets had van, joh, ik ben model. Dus dat vind ik echt heel erg leuk om te zien. Verder, tot nu toe is het nog niet onze stad, maar wat we al zeiden, we hebben letterlijk alleen de grote winkelstraat gezien. Dus ik ben benieuwd. Jij hebt het over straten zonder verkeer. Ik heb ze nog niet gezien. Ik had ergens gelezen, in het vliegtuig had ik één artikel opgeslagen, zeg maar, dat ik dat offline kon lezen. En daar stond echt van, ja, ze hebben een heel stuk zonder auto's. Nou, tot nu toe hebben we alleen maar een hele drukke winkelstraat met heel veel verkeer. Dus. Maar we zitten wel vlak bij de zoo. Bij de zoo. Bij de zoo. Als je naar de zoo wil. Ja, dat zou nog kunnen. Is dat echt onderhoek? Ja, dat zeker. Maar ik heb wel zoiets van, daar ben je waarschijnlijk ook een dag mee bezig. En ja, onze laatste dag stelt niet zoveel voor. Dus je hebt eigenlijk al maar 3 dagen. Het wordt maar 1:30. Dus je hebt hier veel verder. Het is zeker een uur om er te komen. Ja. Dus je moet om 11:30 uur dan al weg. Dus dan moet je één of goed. Daarom. Dus ik denk niet dat wij naar de zoo gaan. Nee. Tenzij we morgen ineens, weet ik veel hoeveel doen. Maar ik gok niet dat zij in 1 dag alles zien, aangezien alles ook nog uit elkaar ligt. We gaan zo even dingen bij elkaar. Ja, we gaan voor nu die tour doen, want die gaat zo vertrekken. En ik zal wel even wat sfeerbeelden maken waar we al langs rijden. De M&M's store. Mo heeft de M&M's store gespot. Ik heb de Lush gespot, dus. Ik heb hem wel gespot. Komt helemaal goed. Komt allemaal goed. We zijn inmiddels bij de kamer. Oeh, het is wel groen. En we hebben, oh nee, het is geen cola. Black bean soup boven ons bed. Groen en paars. Mondkapje af. Oké. Oh, het is geen hoge douche. Oh, ik heb per ongeluk blijkbaar de afzuiger aangedaan in plaats van het licht, denk ik. Oh, is ze pretty? Is ze kleurrijk? Heel mooi ook dit mondkapje als baard. Ja, prima kamertje toch? Voor 3 nachten, ja. Ja, überhaupt. Het is echt voor ons doen een best wel fancy hotel. Maar het is wel klein. Het is klein, dat wel. Het is zeg maar qua kamer op zich best wel klein. Maar het hele hotel is groot, maar alles in deze stad is groot. Dat is hetgene wat ons echt opvalt, alles is groot. We hebben dus uitzicht zeg maar op die weg waar we vanochtend stonden. Dat dan weer wel. Drukke weg, maar volgens mij is het wel redelijk soundproof hier. Dat is top. En ik moet mijn eigen bed nog opmaken. Daar ben ik thuis altijd al heel slecht in. Oh, ik heb nog een bandje om van die dit is gewoon overheen gooien, verder niet. Oké. Okay. Mijn laken ligt al. Nee, ik bedoel meer van, je moet hem nog instoppen en ik trek het altijd los. Maar wat betreft de bustour, wat vonden we ervan, man? Ja, ik vond hem veel te duur voor weinig. Ja, we hebben hem zeg maar al eerder bustours gedaan. We hebben er in Londen meerdere keren in gedaan.
in Athene eentje gaan en Amsterdam. In Amsterdam vonden we ook niet zo boeiend. Ja, maar die vertelde toen is het nog wel. Ja, want zeg maar, hetgeen hier was dat je betaalt €25 pp. En dan heb je in plaats van zeg maar oortjes waar je dan een standaard recording in hebt zitten, had je dus een live tourguide. Wat op zich klinkt dat leuk, maar het ding is dat zij zit wel met een microfoon en alles voor in die bus. Maar we zaten bijvoorbeeld buiten bovenop de bus. En dan heb je dus het probleem dat als er ook maar iets van wind of geluid omheen of weet ik het wat is, dat je er gewoon niet verstaat. Ja, en het was slecht verstaat. Het was Duits en Engels. Waar je bijvoorbeeld bij zo'n standaard opgenomen ding vaak nog veel meer keuzes hebt qua talen. Maar het was gewoon ook... Ja, we vonden dat ze heel weinig uitlegde ook. Ze vertelde weinig. En wat ze heeft gedaan is van hier ziet u rechts de ambassade van... Heel veel over ambassades. Heel veel ambassades, maar ze heeft bijvoorbeeld over... Ziet u daar de Brandenburger Tor? Okay. En dat was het. Maar daar vertelt ze helemaal niks over. Dat was het. Het was niet zo van joh... Wat was het voor gebouw? Waar is die ooit voor gebruikt? Weet ik het wat. Ze noemde wel eens een jaartal, zeg ja, maar. Ja, dat weet ze wel. Maar het was niet dat ik denk, ik heb gewoon in het vliegtuig zelf meer info over die Brandenburger Tor gelezen dan dat zij heeft verteld. Ja. En dan denk ik, ja. Maar goed, ja. Ik ben een beetje een plaatje van waar je naartoe gaat. Ja, we hebben een beetje een idee. We zijn voornamelijk achtergekomen dat echt de hele stad... huge is. En een bouwplaats. Er wordt overal gebouwd. Echt overal. Echt bizar. Ja, ga je er bij zitten? Draaistoel. Het is een draaistoel. Het is wel een hippe stoel. Hij zit wel lekker. Ja. Maar we hebben er maar één. Dat is wel weer jammer. In zo'n kamer als dit. Maar, nee hoor, maar er zit daar ook nog een krukje onder. Ja, daar, ik weet niet of je daar in het hoekje zit een krukje. Maakkrukje. Ja, oké. Okay. Maar goed. Dat was het dus een beetje. We vonden het een beetje jammer dat er weinig uitgelegd werd. En nu ben ik echt kapot. Want het is echt, wat we al zeiden, het is heel groot, maar het is ook heel druk. Ja, vooral qua verkeer. We hebben er ook veel plekken. We hebben natuurlijk ook wel heel veel die verkeersdingen gedaan. En omdat je boven op die bussen krijgt, zie je natuurlijk ook in het verkeer. Ja, maar ik was daarvoor al gesloopt. Ja, dat weet ik. Want ik was natuurlijk nog het vol. Ik wou het zeggen, we zijn om 4:00 vanochtend opgestaan. Mm-hmm. Dan gereisd. Reizen is sowieso altijd wel vermoeiend. En vervolgens in het OV nog een tijd. Want we moesten nog een uur reizen of zo. Een uur vanaf het vliegveld nog hierheen met de trein. En daarna met de bus om hier te komen. Toen konden we ook niet hier inchecken. Dus dan heb je ook niet even een rustmomentje, maar gelijk door. En wat heel erg opvalt is dat ze niet echt restaurantjes hebben rondom ja, de grotere, bekendere plekken. Dus inderdaad, dan ga je even naar zo'n kioskje. Maar dan ga je toch minder... Zitten. Ja, ze zijn misschien wel, maar op de plek waar wij zaten in ieder geval niet. Nou, we zitten natuurlijk in Berlijn, in West-Berlijn. Ik weet niet of dat anders is. Misschien is het in Oost-Berlijn wel anders, ik heb geen idee. We gaan het van de week zien, want we gaan natuurlijk gewoon nog een heleboel bezoeken. Maar tot nu toe denk ik niet dat het mijn stad is. En jij? Dat weet ik nog niet. Ja, ik weet niet. Ik hou gewoon... Het is groot en druk. Het is groot, druk. Ik wil eerst zien wat er verder op de achtergrond nog verder is te vinden. Ja. Het is net als je op Amsterdam op station de eerste straat loopt, is het druk. Ja, en als je de achterkant gaat zien, is het leuk. Ja, nee, maar dat heb ik nu inderdaad ook. Ik denk van tot nu toe vind ik het gewoon... Als die hele rondtour... Denk ik op een gegeven moment... Oh my god, ze hebben ook een park. Ook iets van rust, weet je wel. Een paar hele grote parken. Maar verder... Het is ook voornamelijk... Het is heel veel modern. Heel veel groot, massaal, modern... Dat en eigenlijk alleen die oude gebouwen, die echte highlights van de stad, zijn de wat, ja, naar mijn ogen leukere gebouwen. Dat gaan we nog even zien. Maar goed, dat gaan we de komende dagen zien. Voor nu ga ik even crashen, iets anders aandoen, want ik loop al de hele dag. Ik baal van mijn outfitkeuze. Ik heb zeg maar die jurk aangedaan, maar ik was even niet bedacht dat dat ding zo ver open zou slaan elke keer. Dus ik loop de halve dag al mijn jurk open, zeg maar dicht te houden. Niet heel handig. Een paar uur, een dutje en een outfit change verder. En we gaan uit eten. Ja. Alleen, ik ben moe. Dus ik had zoiets van, ik heb geen zin om moeilijk te doen. Dus we gaan waarschijnlijk gewoon lekker naar de Italiaan hier echt vrijwel onder het hotel. Er zit echt een heel klein stukje lopen opzij. Dus, zin in. Zin in pasta. We hebben gisteren nog pizza gegeten. Ik heb nu zin in pasta. Ik had gisteren ook namelijk echt na het koffer inpakken en zo, had ik echt geen zin meer om te koken. Dus dan heb ik pizza besteld. We gaan naar Berlijn en we hebben Italiaans elke avond. Nee. Ik zat je nog niet in Berlijn. Ik wou net zeggen, maar ze hadden wel Italiaans. En we hebben dus een tapas tent gezien waar ik misschien nog wel heen wil. Maar ik weet ook niet, behalve braadworst en zo, of ze hier echt s'avonds
Duits restaurant hebben of zo? Er zijn ook Duitse restaurants. Wat hebben ze dan? Nee, we will see. Voor nu, Italiaans. Uiteindelijk hebben wij allebei voor lasagne gekozen. Dus eet smakelijk, mam. Wij hebben echt heerlijk gegeten. En blijkbaar heette het pizza di Luca. Da Luca. Da Luca. Dus we hebben vanavond bij Luca gegeten. Ja, lekker toch? En neem ons poes toch ergens binnen toe. We zaten nog aan het eten. Hoe zouden de katten het nu hebben? Hun eerste avondje zonder ons. Eerste dag zonder ons. Zonder dat ze thuis komen en dat ze van iemand anders eten krijgen. Geen idee. Ik ben wel benieuwd. Ben ja, benieuwd. We moeten hun nog laten weten waar we uithangen. Dus dan stuurt ze vast al hoe het is gegaan. Echt, iedereen is de hele dag ons aan het stalken. Waar zitten jullie? Ik vind het echt heel grappig. Wij zijn weer terug op de kamer. En ik dacht, voordat ik de vlog afsluit, is het tijd voor een komische storytime. Oh, mama zit ook echt net niet in beeld. Mama zit ergens achter me op bed. Kan je jou... Oh, daar. Daar. Oh, je bent wel in beeld. Alleen je ziet een lamp voorbij je hoofd. Vandaar. Nee, maar we hadden dus vanochtend... het check-in en zo, het koffers checken, alles ging helemaal prima, heel snel, heel soepel. En toen waren we een boekje wezen kopen over Berlijn, zo van dan weten we een beetje wat we kunnen doen, kunnen we in het vliegtuig kijken. En waren we lekker even wat gaan drinken bij Starbucks. En we vlogen om 7:55, volgens mij. En volgens mij ging de gate open om 7:30 of zo, want we maakten nog een geintje over... Dat het zo'n rare tijd was dat die gate open ging. Mm-hmm. En toen zaten we op een gegeven moment op 7:30. Zegt mama ineens, oh, we moeten misschien maar gaan lopen. Want je kan gaan boarden. En je kon volgens mij boarden tussen de 7:30 en 10:00 of zo. Ja. Dus wij die kant op gaan lopen op ons dode gemak. Wij nog rustig naar de wc. En dan had je zeg maar bij die gate heb je dan boven en jij beneden. En ik had iets van, joh, zullen we alvast naar beneden... Want dan kan ik even een shot maken voor de vlog van het vliegtuig. Uiteindelijk had ik dat beter boven kunnen doen, want beneden hingen er lamellen voor. Maar goed, hè? Dus wij stonden beneden en er zaten daar, zeg maar, het was niet helemaal propvol. Maar er zaten wel hier en daar gewoon mensen te wachten. Mm-hmm. Ben jij dat aan het doen? Oh, een mailtje dat zie ik wel echt ineens. Woosh, achter me. Ja? Goed. Nee, maar we hadden dat dus allemaal... En we stonden daar en ja, er zaten wel wat mensen, maar niet heel vol of zo. En ook gewoon allemaal heel chill. Dus. Ja, lezen. Ja, dus wij dachten ook, we gaan daar zitten. En we hoorden wel. Toen hoorde je dus bij de balie van, joh, last call voor Berlin flight, bladibladibla. Maar op de een of andere manier kwam dat niet binnen. Maar er was geen beweging. Omdat dus alles verder daar bleef zitten. En alles verder bleef zitten. En op een gegeven moment kijk ik dus op mijn telefoon. Ik zie... iedereen, hè? Ja, iedereen bleef zitten. Het was nu niet vol of zo, maar er zaten gewoon een paar mensen. Dus je dacht eerder van, oh, we zijn vroeg. Mm-hmm. Ik weet het, op het ene uur kwam het niet binnen dat het last call was. Want we hadden echt zoiets last call. Iedereen zit hier zo van, ja, hallo, ik heb geen zin om 1:30 in het vliegtuig te wachten. Ik ga zo wel. Toen vervolgens keek ik op mijn telefoon. En ik zat echt zo van, mam, het is 56. Misschien moeten we naar dat ding gaan lopen. En mama had echt zoiets van... Nee, ik moet eerst, er zit nog wat tussen mijn tanden. Dat haal ik eerst even. Het was echt super te gaan. En ik had echt zoiets van... Mam, volgens mij ging de gate om 50 dicht. Want het is 56. En toen liepen we zo naar die gate toe. En mama echt zo doodleuk. Die vrouw, joh, waar moeten jullie heen? En wij zo van, ja, Berlijn. Oh, dan ben je wel heel laat. Ja. Hé, mam? Ja. Het was echt... Ja? Dan zijn jullie wel heel laat. Ze begon maar goed in op te horen. Zij begon allemaal dingen in te toetsen. En te kijken, ja, dan zaten jullie officieel op die plekken. Ja, dat is hem niet. Ik ga een nieuwe boarding pas. Wij stonden daar echt zo van... Hoe kan dit? Ja. We hebben gewoon echt compleet gemist. Maar ik denk dat het komt omdat we dus bij Starbucks rustig even in dat boekje dat we dus over Berlijn hebben gekocht... En we zitten bladeren, van joh, wat is er te doen? Daar waren we heel erg mee bezig. En toen heb jij wel gekoppeld, oh, ze gaan boarden. Maar meestal duurt dat boarden echt een 30 minuten of zo. Ja, daarna ben ik weer overgestapt op de ervaring van altijd.
Ja. Dan zit je daar, loop je daarheen en dan zit je daar en dan duurt het nog een tijd. En dan ga je nog even naar de wc en dan ga je nog even daar zitten. En dan pas gaan ze roepen en dan moet het vaak per deel van het vliegtuig op het moment. Dus we waren de laatste, dus we waren al helemaal zo van, oh, nu moeten we echt gaan hollen door die slurf. En dan zit waarschijnlijk iedereen op ons te wachten daar. Dat viel gelukkig mee. Ja, we stonden nog meer met. We waren wel de laatste die erin kwamen, volgens mij. Mm-hmm. Maar er stonden nog heel veel mensen in het gangpad gewoon dingen te regelen. En het personeel is ook heel chill. Zo van, oh hoi, mevrouw het touw, hè. En we zaten echt zo van, oké. Ik heb nog nooit gehad dat ik een vliegtuig instapte dat ze mijn naam kenden. Dat is al een heel ding. Nog eentje gast van uit, dus we nog nooit overkomen. Dus dat ik te laat ben. Nou, dan is dit de eerste keer. Echt super chill. Heel chill. Maar goed, daarna gewoon heel snel gaan zitten. En ik heb nog nooit zo snel gezeten en de lucht ingegaan. Dat dan weer wel. Ja, dat heeft gemaakt dat het niet zo druk was in de lucht. Nee. Dat ook, maar gewoon meestal gaat het taxi en dan blijf je daar nog altijd staan. Ja. Maar we gingen ook echt bijna direct taxiën. Ja. Dus. Ja, en we konden maar doorgaan. Ja. Bij de start was het gewoon Ja, het was wat dat betreft, we hadden ook officieel was het anderhalf uur vliegen, ja, volgens mij. We waren, volgens mij zijn we in een uur en een paar minuten gevlogen. Dat was echt heel snel. Ja. Maar goed, ik dacht, die storytime kan ik jullie natuurlijk niet onthouden. Moet wel bij deze vakantie, dat is waar. Niet onthouden. Citytrip. Surprise citytrip. Ja, maar ook echt, ik kan me dan nog voorstellen dat je dan denkt van, oh, doordat je bezig bent met de surprise en dat je niet weet waar je heen moet, et cetera, dat het daardoor komt. Maar dat was het niet eens. Nee, dat komt omdat je afgeleid bent door iets anders. Je bent aan het kijken, waar gaan we heen? Wat is daar te doen? Ja. Je bent met zoveel andere dingen bezig dan wat je normaal weet. Ja, je dat want al wel je had ook die check, zeg maar, dat je je handbagage en zo. En die gast vroeg echt zo, maar ja, waar ga je heen? En ik zat als, Berlijn! Dat had ik pas een kwartier daarvoor of zo gezien. Dus het was echt helemaal, oh ja. Ja. Hele boeiende ervaring wel. Het viel me ook heel erg op. Want ik had heel erg verwacht dat wij echt, zeg maar, bij het revealen van waar we heen gingen, zouden zitten van, oh my god, oh my god, oh my god. Maar dat was niet zo. Nee. Maar ik denk dat dat gewoon is omdat we te veel hadden gegoogeld. En al vrijwel zeker wisten dat we naar Duitsland gingen. Ja, er waren nog wel andere mogelijkheden. Maar Duitsland was wel heel reëel. Ja. Maar we hebben ook eigenlijk te veel gegoogeld. Want we hadden en het weer gegoogeld. En we hadden gegoogeld wat er nu vertrok. En wat er op de dag dat we terugkwamen aan zou komen. Dus dan komen er nog maar zo weinig opties. Er waren nog opties. We hadden dat eigenlijk gewoon niet moeten doen. Maar er waren nog opties. Je wilt toch een beetje vakantievoorpret? De vakantievoorpret was dat we niet zouden weten waar we heen gingen. Dat is geen vakantievoorpret. Zeker niet omdat je weet je, dat is begonnen op het moment dat we dat weerbericht kregen. Wat echt op een dag 4-5 keer kon wisselen. Ja, daar komt mama heel slecht tegen. Daar ik had echt. Ik had echt zoiets van, weet je, dat gebeurt volgens mij standaard. Maar omdat je er niet op let, valt op. Maar dat ook zo groot is. Want dan had je van 8. We zouden van, weet ik, van 18 naar 9 naar 10 of zo. Het was echt van bizar. Ergens had het echt een heel raar verschil. Ja. Maar goed, het valt op zich wel mee. Het is. We gaan het zien. Ja. Want maar hun app geeft nog steeds gaf weer een raar verschil aan. Maar de gewone weersverwachting geeft wat anders aan. We will see. We gaan het wel zien. Volgens de gewone weersverwachting is het morgen de koudste dag. Ja, terwijl volgens hun weersverwachting volgens mij de laatste dag de koudste dag. De laatste dag was het ook 13 graden vandaag. Dus straks nog 15. Hey, nou ja, vanmiddag ergens 13 uur. Zolang het droog is, vind ik het goed. Dus dat bedoel ik. Het is elke keer dat je... Ja, goed. We gaan verder niks meer doen, dus ik ga deze vlog hierbij afsluiten. Volgens mij is die met ons gelul behoorlijk lang geworden. Ja, knip je het er allemaal uit. Dat kan ik ze niet aandoen. Dit verhaal moeten ze weten. Nee. Kijk, dit zijn de dingen waarom ze jou altijd in de vlogs willen, hè? Dit soort random dingen. Nou jongens, daarvan hebben jullie volgens mij vandaag genoeg gehad. Dus... Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Als dat zo was, dan doe even een duimpje omhoog. En vergeet hieronder niet te abonneren en op het belletje te klikken. Dan mis je de andere Surprise Me Berlijn vlogs dus niet. Vanaf morgen gaan we dus echt meer echt verkennen. We gaan wat gerichter verkennen, ja, denk ik. Want vandaag was het echt zo van... Waar? Hoe en wat? Ja. En hoe werkt het hier? We willen echt nog een beetje, zeg maar, de geschiedenisdingen doen. Dus echt de muur, misschien een museum... Checkpoint Charlie, de Holocaust Memorial, dat soort dingen. Maar we willen ook bijvoorbeeld naar de Brandenburger Tor. Dat is ook een stukje geschiedenis. Ja, maar een andere geschiedenis dan echt maar die oorlogsgeschiedenis. Dus, goed.
Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je de video leuk vond. We zien jullie van de week weer terug bij vlog nummer 2. Doei doei! Life is a winding road.